Meneer Balk, hoe lang werkt u hier al? 50 jaar. Heeft u wel eens een andere baas gehad? Ik heb 3 bazen gehad. Dus Boezekool zelf, zijn opvolger die het bedrijf overgenomen heeft, en ook de zoon van Osse. Op die manier, het was wel steeds dezelfde firma, maar steeds iedere keer een andere naam. Het is dezelfde firma, maar andere eigenaars dus. Juist. Dus eigenlijk bent u, kent u maar één baas? Ik ken eigenlijk maar één bedrijf, ja. Ik ben wel uitgeleend geweest aan andere bedrijven in het verleden. Aan de Waven heb ik een paar jaar uitgeleend geweest bij Reginox, ja, bij Metaalgaas in Hengelo. Dus. Maar u 50 jaar en dan zit u toch ook bijna tegen pensioen aan, denk ik? Ik heb bijna pensioen, ja. Eind van het jaar ben ik AOW gerechtigd en dan stop ik. Maar komt u dan nog wel eens een keer naar het bedrijf, zo vrijdagmiddag? Ik denk dat ik, als ze me nodig hebben, dat ze mij rustig kunnen oproepen. Ja? En dat ik dan nog wat voor het bedrijf kan betekenen. Ja, en ik hoor van andere gepensioneerden, die komen hier nog wel eens even kijken. Ja, ook collega's die het al 15, 20 jaar pensioen hebben, die komen nog regelmatig hier kijken. En die vinden het nog steeds leuk om hier te komen. Ja. Mooi, dank u wel. Is even genoeg. Meneer Osse, die gaat, kunt u iets vertellen over het nieuwste product waar u nu mee bezig bent? Ja, we zijn nu met een vliegwiel bezig voor energieopslag. Dus een soort van een batterij, maar dan heel groot. Waar we tot ongeveer 1 megawatt energie in kwijt kunnen. Het grote voordeel van de vliegwiel ten opzichte van de batterij is dat die veel vaker op- en ontladen kan worden. In kortere tijd. En dus ook heel snel heel veel vermogen kan leveren. En het systeem is te gebruiken naast eigenlijk bijna alle hernieuwbare bronnen. Als een soort van peakshaving. Dus bijvoorbeeld een windmolen die op een gegeven moment zijn energie niet kwijt kan. Dat gaat dan naar het vliegwiel? Ja, klopt. Overtollige energie van een windmolen kan in een vliegwiel of van een zonnecel of van getijdenstroom. En dan wanneer de zogenaamde hernieuwbare energie even uit is, gaat het vliegwiel de energie weer leveren. Nou, ik hoop dat u daar veel succes mee hebt. Dat hopen wij ook. Dankjewel. Dank u.